veel te klein t-shirt of een broek waar een gat ingevallen is tijdens het buitenspelen. Een gordijn of een dekbedhoes. Een riem, een pet of een tas die je niet meer gebruikt. Een paar oude sokken die niet meer passen omdat je voeten gegroeid zijn. Of een paar kapotte schoenen. Een versleten vaatdoek, theedoek of een handdoek. Of wat dacht je van een stel oude knuffelbeesten? Allemaal verschillende soorten textiel. Oftewel spullen die gemaakt zijn van stoffen zoals bijvoorbeeld katoen, wol, leer, acryl, polyester, zijde of linnen. Maria, waar laat je al die kapotte kleding, dekbedhoezen en vaatdoekjes en veel te kleine kleren die je niet meer draagt? Ik denk gewoon bij de prullenbak in het restafval. Nou, ik geloof het niet hoor. Maar laten we die vraag vooral eens voorleggen aan twee textielexperts. Ja, Ayla, daar heb je helemaal gelijk in. Want het textiel hoort absoluut niet bij het restafval, want dan wordt het verbrand. Dit is super slecht voor het milieu, want er komt heel veel CO2 vrij bij het verbranden van textiel. En het is natuurlijk hartstikke zonde van de grondstoffen, want veel van de grondstoffen van textiel die raken op. Ja, en weet je, oud textiel kan je prima hergebruiken en recyclen. Wat bedoelen jullie eigenlijk precies met hergebruiken en recyclen? Met hergebruiken bedoelen we eigenlijk dat je je kleding opnieuw kan gebruiken. Met recyclen bedoelen we dat je van niet herbruikbaar textiel weer iets heel anders kan gaan maken. Bijvoorbeeld van de vulling van een matras. Oké, duidelijk. Dat textiel hoort niet in de restafval. Maar hergebruikt moet worden of gerecycled. Waar hoort dat textiel dan wel? Zoals je al misschien weet, kan je afval scheiden bij dit soort afvalapartpunten. Heb je hier speciale containers voor glas, papier, plastic. En je hebt natuurlijk ook een speciale container voor textiel en die herken je aan de paarse kleur. Oké, maar wat ik me nu nog afvraag, wat gebeurt er met textiel als je het in een textielcontainer gooit? Laten we eens kijken. Ik heb hier een oud t-shirt die me niet meer past. Hop, zo de bak in. Zo, dan moeten we nu nog heel even gaan wachten zodat we het aan Irado kunnen vragen. Irado zorgt er namelijk voor dat afval in Schiedam wordt opgehaald. Ja, of ik weet nog een andere manier. Maar daarvoor moeten we onze razende reporter Wieneke gaan bellen. Hoi, met Wieneke. Hey, met WM. Hey, WM. Ja, ik was net een haarband aan het knutselen van een oud t-shirt. Ik heb een vraag, namelijk wat gebeurt er met textiel als je het in de container gooit? Goeie vraag. Wat er met je textiel gebeurt als je het in de textielcontainer gooit? Even denken hoor. Ja, ik weet precies waar ik naartoe moet. Ik ga voor jullie aan de slag. Doei! Op naar het afvalapartpunt. En wat een toeval, daar komt precies iemand aanrijden die ik nodig heb. Hoi. Hoi. Wieneke. Jij kunt zeker het textiel ophalen. Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat het dan precies? Nou, ik doe de klep open. Ik zet de poten uit. Dan ga ik met de lift naar boven. Dan pak de hendels van de kraan. En dan ga ik richting de bak met de kraan. Pak hem uit de grond. En dan los ik hem. En dan zet ik de bak weer terug. En dan is het gebeurd. Don't stop, get it. Zo, dat zit erin en wat gebeurt er dan nu mee? Nou, ik ga mijn ronde verder afmaken. Als ik vol zit, dan ga ik naar het textiel steerbedrijf. En daar wordt het verder verwerkt. Nou, dan ga ik daar morgen maar eens een kijkje nemen. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Ah, kijk dan, je ziet het daar al. De stemming bevindt zich aan de rechterkant.
Hop, en daar zijn we dan. 45 minuten van Schiedam ligt vlakbij Breda, het plaatsje Zevenbergen. En we zijn bij het bedrijf Euro-Used Clothing, een textielsorteerbedrijf. Nou, de allereerste stap bij dit textielsorteerbedrijf is natuurlijk het uitladen van het binnengekomen textiel. Nou, wat je hier op de achtergrond ziet, zijn al die zakken met textiel die uit de vrachtwagen worden uitgeladen in zo'n metalen kooi. Nou, wat je nu daar ziet, dat is dus een kooi vol met textiel. En die textiel die staat nu op de kiepelaar en die zorgt eigenlijk voor dat al dat textiel op de transportbanden wordt gekiept. Nou, hierboven loopt die transportband waar net dat textiel is gelost. En daar achterin is een robot en die zorgt ervoor dat alle textiel bij de sorteertafels terechtkomen. Nou, en bij die sorteertafels wordt dan vervolgens gekeken, is het textiel nog goed of is het niet meer van goede kwaliteit? En wordt ook meteen gesorteerd op broeken, jassen, truien, nou ja, en alle andere soorten textiel die natuurlijk in die bak zitten. Ja, en hier worden dus al die soorten, en dat zijn er maar liefst 40 gesorteerd dus, in de voorsortering. En zie ik sokken, riemen. Hé, hey, kijk, een shirtje. Nou, na de voorsortering worden ook nog kleren nagesorteerd. Dus alles wat van goede kwaliteit is, dus wat nog herdraagbaar is, dat komt dan hier terecht. Nou, bijvoorbeeld een jas. Of helemaal achterin de kinderkleren. Maar ook bijvoorbeeld broeken of tassen of schoenen. Wat er ook bij de nasortering gebeurt, is dat er ook nog t-shirts vanaf de lopende band hierheen worden gebracht. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken, is dit t-shirt nou geschikt als een poetslap? Nou, die zitten in deze container. Of is het misschien nog wel een t-shirtje wat alsnog kan worden hergebruikt? En kijk, daar is je t-shirt weer. Nou, als het textiel dan gesorteerd is, dan wordt het vervolgens hier verpakt, zodat het weer vervoerd kan worden. Alle textiel dat nog kan worden gedragen, dus wat nog herbruikbaar is, dat wordt verpakt in plastic zakken. Of in kapzakken. Maar alle textiel wat gerecycled gaat worden, dus wat uiteindelijk versnibbeld gaat worden en waar nieuwe dingen van worden gemaakt, dat wordt verpakt in deze hele grote balen. Moeten al die zakken en balen met textiel natuurlijk ook weer hier vandaan worden getransporteerd. Dus wat gebeurt hierachter? Daar worden die zakken en die balen worden daar in de vrachtwagen geladen. Nou, dit is toevallig een lading met allemaal textiel wat nog gedragen kan worden en dat gaat richting Afrika. Dus, wat doen jullie voortaan met jullie oude textiel? Naar de textielcontainer brengen natuurlijk.